Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij een nieuwe podcast voor de Bewustzijnsschool. Mijn naam is Dina Perla Voortnaar. We gaan het hebben over mentaliteiten. En mentaliteiten horen allemaal ook bij wat wij dus in het werkveld een mindbuilding noemen. Dus bij geestelijk trainen wie we zijn, hoe we zijn, wat we zeggen, wat we doen, waar we heen gaan, wat we tegenkomen enzovoort. En waar ik het in deze podcast iets meer over ga hebben is meer de psychologische kant in vergelijking met de spirituele kant. Maar goed, daar kunnen we ook nog even iets over zeggen aan het eind. En we gaan het hebben over hoe je in het leven staat mentaal. Dus door welke lens je naar de wereld kijkt en naar mensen, interacties, de realiteit en meer. Nou, als we het hebben over de, laten we zeggen, de meest zware vorm van mentaliteiten waar je niet zo heel veel aan hebt op, laten we zeggen, de lange termijn. Dat kan je erg helpen op de korte termijn. Dat kan je ook soms helpen op de middellange termijn in je leven. Maar niet duurzaam en echt lange termijn. Want dat houden we gewoon niet vol. Gelukkig ook, want dat is ook niet de bedoeling. Nou, dan spreken we over de slachtoffersmentaliteit. En die komt heel vaak terecht uit een geschiedenis. Waarbij iets dysfunctioneel ook echt gebeurd is in het verleden en waar ook heel veel bescherming in zit. Over het algemeen kun je zeggen dat als je een slachtoffersmentaliteit hebt, dan ben je er een beetje van overtuigd dat het leven niet controleerbaar is, dat het geheel jou soms beschadigt, dat er veel blame is op, bij anderen. Nou, anderen hebben het soms gedaan. Veel pessimisme, soms ook woede en zelfs angst. Dit is echt de ergste vorm die je tegen kunt komen als je het hebt over mindbuilding en mentaliteiten die gewoon uiteindelijk dus jou niet verder brengen in de wereld. Nou, niemand is er natuurlijk mee geboren en ik heb het even ook absoluut niet in deze podcast over klinische depressie of echt, laten we zeggen, stoornissen of wat dan ook. Hè? Dat is een ander werkveld en ik heb het meer over, laten we zeggen, echte levensfases zoals mensen die doormaken of wel enigszins ook wel trauma waar bepaalde gevolgen aan vastzitten, maar ook dan de groei die mogelijk is en ook de ontwaking die mogelijk is aan de hand daarvan. En daar zit een slachtoffermentaliteit in de weg. Het is wel goed om ook te zeggen dat je dit niet zomaar ontwikkelt en dat het dus ook enigszins functioneel kan zijn, omdat het te maken heeft met coping. Dus hoe je met bepaalde zaken omgaat. Het kan bijvoorbeeld in het verleden zijn ontstaan door lichamelijke of geestelijke mishandeling. Het kan zijn ook zelfs door emotionele of psychologische mishandeling. Het zit wel vaker bijvoorbeeld ook in symbiotische relaties of laten we zeggen mensen die heel afhankelijk van elkaar zijn. Dus eigenlijk alles wat enigszins niet gezond is, daarin kan het ontstaan en ook eigenlijk ook wel jou helpen op een korte termijn. Want als ik het heb over de meest, laten we zeggen, de meest bekende
voordelen van zo'n mentaliteit, dan is het bijvoorbeeld dat je niet je verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor iets. En dat je soms aandacht van anderen krijgt. Nou, soms heb je dat ook zeker nodig naar zo'n gebeurtenis of zo'n fase. Dat andere mensen met jou te doen hebben. Dat je ziet dat andere mensen minder snel kritiek zullen uiten op jou. Of boos zullen zijn. Hè, of boosheid uiten. Of wat dan ook. Dat je ook over zaken kunt klagen. Dat je soms ook sneller krijgt wat je eigenlijk wil. Je soms interessant voelt. Want je kan mensen ook wel binden aan je door wat je hen te vertellen hebt. Dat je niet zo, laten we zeggen, saai in het leven staat, omdat er genoeg aan de hand is en je altijd wel met iets bezig bent. En ook wat best wel ook bij zo'n mentaliteit hoort, is dat je de fase van woede overslaat. Omdat je omdat je nog steeds bezig bent met het verdriet. Nou, dat is op korte termijn misschien wel handig, maar zeker niet op de lange termijn. Het geeft je toch wel wat power. Het geeft je wat, wat macht over bepaalde zaken. En je kunt ook wel voor jezelf, al zou je, laten we zeggen, niet zo in het leven staan met die mentaliteit zoals we zojuist besproken hebben, dan kan je kijken toch wel aan de hand van een aantal signalen waar je op welke momenten, zeker bij bepaalde triggers, die natuurlijk ergens vandaan komen, waar je toch wel met bepaalde, gedragingen of patronen te maken hebt die toch wel gekoppeld zijn aan zo'n mentaliteit in mindere of meerdere maten. Bijvoorbeeld, je geeft anderen de schuld voor bepaalde situaties en voor het feit dat je je niet goed voelt. Je hebt een beetje een het leven is tegen mij filosofie. Je bent cynisch of zelfs pessimistisch. Je ziet je problemen drama's, catastrofes ze worden ook buiten proportie ook opgeblazen. In plaats van dat het uitdagingen zijn. Je denkt dat anderen soms gemikt hebben op jouw pijn doen. Of je gelooft dat je de enige bent die te maken heeft met dingen die wat minder leuk zijn in het leven. Je herleeft eigenlijk steeds weer hetgene van wat jou zo in die mentaliteit gestopt heeft. Dus die triggers. En ook soms als dingen gewoon goed gaan, vind je nog altijd wel dingen om over te klagen. Het is voor jou heel moeilijk ook om de perspectieven van anderen te bekijken. En zeker als er meningsverschillen zijn. Je voelt een grote onmacht. En alsof het niet mogelijk is om met een bepaalde issue in het leven om te gaan. Of soms zelfs met het leven in het algemeen. Je voelt je aangevallen als je bijvoorbeeld constructieve feedback krijgt. Je gelooft niet dat je verantwoordelijk bent voor wat er in het leven gebeurt, in jouw leven. En je gelooft dat iedereen het beter heeft dan jij. Soms lijkt het wel alsof je zelf medelijden, alsof dat jou plezier geeft. En wat je ook soms ziet, is dat je bepaalde mensen die in dezelfde mentaliteit en hetzelfde loepje zitten aantrekt. Die dus ook zo in het leven staan.
En je voelt alsof de wereld een beetje ja, beangstigend, slecht of wat dan ook als ruimte, hè, negatief, als plek is. Nou, en je vindt het ook fijn om bijvoorbeeld tragische verhalen met anderen te delen en ook over anderen. Nou, je kijkt ook naar hè, hoe je anderen schuld kunt geven, kunt aanvallen. Ja, en ook mensen waar je van houdt en die bij je, dicht bij je staan. En je voelt een onmacht om veranderingen door te voeren. Je verwacht ook sympathie van anderen en als je dat niet krijgt, dan voel je je in de steek gelaten. En je ja, weigert eigenlijk om jezelf te analyseren en te verbeteren in het leven. Ja, eigenlijk is het ook zo dat bij zo'n mentaliteit hoort dat als anderen door bepaalde traumatische ervaringen opgaat, dat je hun eigenlijk de kracht, je wil hun eigenlijk jouw support verlenen. Dus dan is het een beetje een soort van ons tegen de rest van de wereld. En ook iets wat bij zo'n mentaliteit hoort, is dat je jezelf heel veel omlaag haalt. In plaats van in je volledige glorie. Gaan zitten en zo ook in het leven naar buiten gaan stralen. Ja, het is een lastige, want niet iedereen heeft dit in dezelfde mate. En het kan ook zo zijn dat het een hele tijd in het leven wegblijft en dat je ineens weer in zo'n soort mentaliteit vervalt. Als ik over mijzelf spreek en daar ontboeit dit thema mij ook, dan kan ik je vertellen dat de start van mijn leven zo bepalend is geweest dat het mij lange termijn heeft ingehaald in het leven. En alles wat ik probeer te doen is om niet in zo'n soort mentaliteit te vervallen. Ook al kan ik niet zeggen dat bepaalde feiten niet gebeurd zijn. En kan ik ook niet en zal ik ook niet afzwakken. Hè, in laten we zeggen de menselijke 3D-ervaring wat er zich heeft voorgevallen. Maar zo'n mentaliteit is slopend. Want uiteindelijk... He, wat ik al zei, korte termijn kan het je zeker wel wat brengen, maar lange termijn heb je daar niks aan. En zou je toch bijvoorbeeld door die woede heen moeten om uiteindelijk te helen en langzaam je weg te vinden, zodat je ook steeds krachtiger komt te staan vanuit een andere basis in het leven. En dus ook goed weet wat jouw triggers zijn en hoe je daarmee omgaat. En het is natuurlijk ook niet zo dat je nooit meer op een bepaalde trigger kan of mag reageren. Sterker nog, er is ook geen niet mogen in dit verhaal of goed of minder goed. Het gaat er meer om van hoe kan je jezelf als het ware de beste versie van jezelf worden en jezelf dienen. Maar ook de wereld dienen en het grotere geheel. Dus daar heeft het veel meer mee te maken. En ja, soms mag je best op een trigger reageren vanuit een bepaalde positie. De vraag is of dat iets, laten we zeggen, dienend is in dit geheel. En als je dat vanuit een aanval doet, of tenminste zo'n soort positie en zo'n soort mentaliteit, slachtoffersmentaliteit, dan komt het eigenlijk helemaal niet krachtig over en eigenlijk niet zoals je het zou willen brengen en benaderen. En soms wil je wel degelijk iets met een bepaald thema of wel degelijk een bepaalde feedback aan iemand geven, alleen als het vanuit een andere basis vertaald kan worden en verteld. En daar zijn ook allemaal praktische tools voor. Even los van de spirituele kant. Als we het hebben over communicatie, hoe je dat kunt doen. En veel mensen zijn ook bekend bijvoorbeeld met niet-agressieve communicatie. En wat dat dan betekent en hoe die vaardigheden dan precies vorm krijgen. Ja, dan kan je nog steeds dezelfde inhoud naar voren laten komen en bespreekbaar maken. Alleen dan
is jouw aandeel in ieder geval zo dat het geen aanval op een ander is. Want als het een aanval op een ander is, dan is het eigenlijk een aanval op jezelf. Zoals eigenlijk ook uitgelegd wordt in de psychologisch-spirituele systemen. Eigenlijk alle systemen, maar dus ook A Course in Miracles en de Kabbalah. Nou, waar je ook rekening mee kunt houden in het leven, is dat er meerdere onderdelen van jou zijn. En dat zijn mensen zoals de beschermer, het kind, hè, een klein meisje of een klein jongetje. Je volwassen zelf, waarin je ook je sterke zelf bent. Ook wel een beetje een ouder zelf. Hè, degene die aan het roer staat en eigenlijk ook wel achter het stuur moet zitten. Anderen hebben ook wel zeker met dit soort geschiedenissen, dus in de zin van als je iets hebt meegemaakt in echt op het niveau van trauma, dan zit er vaak ook nog drie andere patronen in, namelijk redder, voorvechter en dus slachtoffer. Nou, wij hebben het vandaag dus ook echt over de slachtoffermentaliteit. Het kan dus heel erg zijn dat je ook anderen probeert te redden en te verbeteren. En laten we zeggen, buiten je eigen terrein vervalt daarmee. Of voorvechter, dat je je hart maakt voor een bepaalde kwestie, omdat je dat van dichtbij hebt meegemaakt. En dat wil niet zeggen dat die dingen niet constructief zijn, want dat zijn ze wel zeker. Je bestaat uit verschillende onderdelen en uiteindelijk moeten die onderdelen met elkaar geïntegreerd zijn. Hè? Dat is ook iets waar de psychologie heel erg op inzoomt. En van daaruit, als dat echt zo is, dan kan je ook nog steeds op bepaalde triggers reageren of bepaalde feedback geven of met bepaalde zaken omgaan in het leven. Maar veel meer geïntegreerd en dan weet je ook wanneer het bijvoorbeeld bijvoorbeeld stel dat er iets in je jeugd heeft plaatsgevonden, dan weet je bijvoorbeeld dat het je boze 12-jarige zelf is. Of dat het je verdrietige 5-jarige zelf is. Of uiteindelijk ook als je dat heel op een hele rustige, gedegen manier kan overbrengen, dan zie je dat je dat vanuit je volwassen zelf, je betere zelf kunt doen. Vanuit de spiritualiteit, of het nou A Course in Miracles is of de Kabbalah, dan spreken we eigenlijk veel meer over je innerlijke mens, of je hogere zelf, of je Boeddha zelf, of je Shekinah zelf, of je authentieke zelf, of je Christus zelf. Wat voor taalgebruik je ook wil gebruiken, dat maakt allemaal niet uit. Of je ziel, dat is er ook één. Het gaat om het stuk dat eigenlijk oneindig is, niet aan tijd en ruimte verbonden en dieper in jezelf, je kern, je kompas. En de uiterlijke mens, zoals in de Kabbalah ook wordt omschreven, daar zit echt het verhaal in. Dus daar zit ook dit in, je 3D menselijke ervaring, de dingen die je inderdaad hebt meegemaakt, trauma's en meer. Dus als je het hebt over de psychologische kant, dan gaat het om groeien als mens. Als je het hebt over de spirituele kant, dan gaat het om een ontwaking als mens. Dat je weet en ziet dat je meer bent dan alleen maar je externe mens. Dat je ook een innerlijke mens bent, waarmee je dus ook kunt handelen, kunt praten, kunt reageren enzovoorts, kunt oplossen. En wat je dus ook uitstijgt in dit geval. Nou, er zijn ook een aantal praktische tips vanuit de menselijke 3D-ervaring die we hebben, dus vanuit de psychologie, waar je mee verder kunt om in ieder geval sterker te gaan staan en om verder te komen dan eigenlijk zo'n gelimiteerde aanpak van zo'n soort mentaliteit. En het eerste is wel grappig, want dat heeft dus eigenlijk wel te maken met spiritualiteit. Namelijk dat je jij vervangt met ik. En ook in je bewoording en ook in je gedachtes. Dat je daar heel erg je verantwoordelijkheid voor neemt. Voor hetgene dat je zegt en voelt. En dat je daarmee dus ook zegt van I owe it. Of own it. Het is van mij en het is niet van jou. Dus dit is wat ik voel, dit is wat ik zie, dit is wat ik. Dus hou het dicht bij jezelf en daarmee neem de eigen verantwoordelijkheid voor je geluk. Het tweede is eentje, dat is helemaal
eentje waar ik, die ik, laat ik het zo zeggen, van de daken af zou willen schreeuwen. Namelijk, zie jezelf als een overwinnaar, als een survivor. En in het verleden heb ik wel eens over bepaalde geschiedenissen gesproken, waarbij in een zedenzaak mensen ook in de pers zo werden genoemd als slachtoffers van de zedenzaak. En steeds publiekelijk heb ik gezegd, nee, deze mensen zijn overwinnaars in wording. Ze waren nog in proces, ze zijn overwinnaars in wording. En ook daarmee omarm je het leven en ga je daarmee door. En zie je ook van, ik kan controle nemen over mijn leven. Ik kan uit, laten we zeggen, een beetje een verslavende mentaliteit raken waar ik lange termijn niet zo heel veel mee heb. En echt het heft in handen nemen. En daardoor dus ook niet in zelfmedelijden blijven zitten. Dat is niet eenvoudig en zeker als dat heel terecht is waar je doorheen bent gegaan. Maar voor alles is een tijd. Voor alles is een tijd. En dus echt alles op zijn tijd. Je bent precies in het proces waar je moet zitten. En dat betekent ook, wees aardig en lief en heb compassie en empathie naar jezelf toe. Dus weet dat je ook in een proces zit waarbij je dus zelfliefde en vooral eigenwaarde en identiteit steeds op je gaat nemen. En dus committed bent, maar echt volledig committed voor goed voor jezelf zorgen. Dat kan op allemaal verschillende manieren. Ik weet zeker dat jullie een hoop eigen tips hebben en manieren om dat te doen. Maar weet dat en doe dat ook. En wat ook goed is, is om te kijken naar de limiting beliefs. En ook om te kijken naar hetgene wat als het ware steeds in de weg zit van een gezondere mentaliteit en van mindbuilding in de zin van dat je sterker mentaal staat. Ook al kunnen er echt dingen gebeuren in het om je heen in de wereld en kan je echt terecht getriggerd raken enzovoort. Maar dat je daar ook echt mee verder gaat. Ook kijk naar welke gedachten precies het lijden voor jou veroorzaakt. Dus we denken zo ontzettend veel dingen, waardoor we ook lijden. En de vraag is maar of het echt zo is, wat we denken. En daarom is meditatie en gebeden zeggen enzovoort is zo belangrijk. Want dan kan je het echt voor jezelf onderzoeken. Een ander sterk iets is om je dag te beginnen en te eindigen met dankbaarheid. Want hoe meer je dankbaar bent voor bepaalde zaken, des te meer dat gaat groeien. En het mooiste is als die lijst alleen maar kan gaan groeien en groeien en groeien. En we hebben allemaal wel iets waar we dankbaar voor kunnen zijn. Ook in, laten we zeggen, de meest donkere stukken van ons leven. En als je dat kan doen, dan zal je zien dat de mentaliteit steeds verandert en sterker wordt van steeds meer naar een winnaarsmentaliteit. En als je nog niet bij de winnaarsmentaliteit kan zijn, dan in ieder geval bij de overwinnaar in wording. En zorg ervoor dat je constant hamert op je eigen verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, wees bloedeerlijk naar jezelf toe. En kijk wat jouw aandeel is. Kijk wat jij kan gaan doen. Op een gegeven moment is het niet eens meer wat er precies allemaal in je leven gebeurd is, maar hoe je ermee omgaat. En hoe je dat vorm kan geven, om kan buigen naar iets goeds in de wereld. Hoe je een sterkere mentaliteit in alles kan creëren. Maar weet dat het op een gegeven moment niet eens meer uitmaakt waar dingen vandaan komt. Zoals in A Course in Miracles ook goed wordt uitgelegd. Maar het gaat juist om vergeving. En het gaat erom wat doe je er zelf mee. Want op een gegeven moment is het van jou. Lang nadat het al voorbij is.
Nou, dat wil niet zeggen dat we niet, vanuit de psychologie zeker, niet naar bepaalde zaken moeten kijken, niet moeten inzoomen, dat we bepaalde fases moeten overslaan. Geloof mij, als je bepaalde fases overslaat, dan komen ze heel hard terug. Ik kan je vertellen uit mijn eigen leven, dan word ik heel persoonlijk, dat ik woede behoorlijk heb overgeslagen. En dat ik dat nu heel erg voel. En dat ik dus toch nog, wat dat betreft, de laatste puntjes op de i te zetten heb. Hè? Je weet nooit hè, hoe lang een bepaalde cirkel voor jou duurt. Nou, een bepaalde cirkel is voor mij helemaal gesloten. En in die nieuwe fase merk ik dat de woede nog niet helemaal rond is. En dat die eigenlijk in de nieuwe fase ook al meer de ruimte dan ooit krijgt. En dat is meer dan gezond. Ja, dus dat betekent dus niet vanuit de psychologie gezien dat je dus niet dat je zegt van nou ja, bepaalde dingen zijn niet gebeurd en ik hoef niet met bepaalde dingen om te gaan. Maar neem er verantwoordelijkheid voor. En uiteindelijk, omdat je juist bepaalde zaken hebt meegemaakt, kan je ook vriendelijker naar anderen toe zijn. Dan kan je je ook inbeelden wat iemand heeft meegemaakt of niet. Je voelt een bepaalde compassie, empathie, dat zeg maar. Dus dat maakt je zoveel sterker en mooier, vind ik zelf ook, milder in het leven. Want er is een verschil tussen begrijpen waar je doorheen bent gegaan en bevatten. En als je zelf ergens doorheen bent gegaan, dan kan je ook echt meer bevatten bij anderen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad, aan deze tips en tricks. Meer dit keer nog psychologie dan spiritualiteit. Nou, als beide zaken samenkomen wat mij betreft, dan kunnen we alleen maar groeien als mensen. En dat kan dus privé zijn, maar ook zakelijk. Want uiteindelijk nemen wij alles mee wat wij hebben. Nou, dit was alweer even de laatste podcast voor de Bewustzijnsschool. Ik hou graag contact met jullie. Jullie vinden mij via dinaperda.com. En als je een mailtje wil sturen, dan mag dat met een reactie, opmerking, vraag, etc. Dat kan via dpmedia@mail.com. Dank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag!